De registratie van politieke partijen bij het Centraal Hoofdstembureau CHS loopt bijna ten einde. Vandaag, de voorlaatste dag, was er vanaf de ochtend een volle bak met partijen die zich hebben geregistreerd. De Progressieve Arbeiders- en Landbouwersunie PALU heeft zich als eerste aangemeld. Jim Hock, voorzitter van de PALU, zegt dat de partij niet landelijk aan de verkiezingen meedoet. De tweede die zich kwam registreren was de partij Democratie, Ontwikkeling en Eenheid DOE. De partij heeft na de registratie 3 duiven vrijgelaten als teken van hoop. Voorzitter Steven Alfaisi benadrukt dat mocht DOE wederom gekozen worden, zij als prioriteit heeft het aanpakken van de economie. Wij gaan in de komende, bij de verkiezingen waar we ons net voor hebben ingeschreven, in principe in 4 districten meedoen. Ik heb eerder gezegd op onze persconferentie bij de presentatie van het verkiezingsprogramma, heb ik 3 districten genoemd. Maar wij gaan kijken in welke districten wij op welke manier de verkiezing ingaan. In principe is de PALU er in Koroni, Saramaka, Paramaribo, Wanica. Dat is geen discussie, ja? Afgezien van het corona, want dat is nu high priority. Maar second top priority is de economie. Dat we in feite dat niet gaan verbloemen, maar heel open en eerlijk met de gemeenschap communiceren en uitleggen wat de status is van onze economie en welke maatregelen er getroffen moeten worden. En één ding, zonder in details te treden, is dus dat we alvast moeten starten om een sober bestaan te gaan leiden. Het ongelimiteerd en ongenuanceerd uitgeven, alleen maar voor de show, daarmee is het Surinaamse volk niet gediend. De blikvanger voor vandaag was de hervormings- en verbroederingsbeweging HVB, die zich met een massa is gaan registreren. Volgens Mike Noor Salim, voorzitter van de HVB, is de partij hard gegroeid sinds haar oprichting. De Nationale Democratische Partij, NDP, is zich met een soundtruck met enkele NDP-toppers gaan registreren. Volgens ondervoorzitter Ramon Abrahams heeft de NDP bewust gekozen om de richtlijnen van de situatie omtrent het COVID-19-virus strikt op te volgen. Maar een partij welke, waar ieder de komende periode zou moeten stemmen. Waar gaat u HVP persoonlijk kandideren? Welke district? Paramaribo. Alleen Paramaribo. Oh, welke ja. Districten? 8 districten. Ja, alle districten. Ik dacht met uitzondering van Brokkopondo en Koroni. Voorzitter, waarom zouden mensen niet stemmen op HVB? Ja, ik heb het daarnet gezegd. U weet, de HVB is vanuit een bepaalde ideologie gestart. Eentje waarbij wij zeggen dat wij dat het vertrouwen bij de voters terug willen brengen. We zien dat er een bepaalde manier van politiek denken is, dat stemmen is voor de ontwikkeling. En wij denken dat met onze hervormingen en vernieuwingen, waarbij we steeds de nadruk hebben gelegd op zaken als onderwijs, ondernemerschap en een combinatie van die twee, dat ontwikkeling met zich meebrengt. En u weet dat, en u geeft er zelfs op het ogenblik ook leiding aan als journalist, dat we bezig zijn te strijden tegen een bepaald virus. En op grond daarvan hebben we gekozen om het zo pover mogelijk te doen. We zijn met een hele kleine groep gekomen, maar we zijn wel met ons muziek gekomen. De Abrahams? Ik heb u net gezegd toch, 26 mei weten we het, 2020. Staat de NDP open voor samenwerking met andere politieke partijen? De partij staat open voor alle politieke partijen die zetels behalen na 25 mei 2020. Waarom? Omdat het Surinaams volk dan gestemd heeft op de mensen. En dan zijn we bereid met iedereen samen te werken die wil werken aan dit land om het op te bouwen. Nou, we merken dat steeds meer partijen aangeven dat ze niet willen samenwerken met de NDP. U vraagt mij een vraag over mij. Ik kan niet over andere partijen beoordelen, meneer. Dan moet u dat zelf beantwoorden. Ik ben een vraag gesteld, toch? Ik zeg je hoe wij werken. Ik zeg, maar vraag me nou over andere. Ik ben niet van andere partijen. Ik ben van de NDP. Maar wat vindt u dan? De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij ABOP heeft zich ook vergezeld van een achterban geregistreerd. ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk benadrukt dat de partij kiest voor de ontwikkeling van Suriname en dat zij daarom wederom meedoet aan de verkiezingen. De partij die de voorlaatste registratiedag heeft afgesloten is Alternatief 2020. Volgens voorzitter Steven Rijmen heeft Suriname een beleid nodig dat niet gebaseerd is op vrienden en familie. De ABOP gaat voor ontwikkeling van het land, maar vergeet u niet dat de voorzitter van de ABOP
dat altijd probeert om bevrijding te brengen voor dit land. En als je ziet dat Suriname weer gedompeld is in een crisis en dat deze persoon, Ronnie Brunswijk, weer bereid is om Suriname weer boven water te brengen. Nou, concreet wat wij gaan doen is dat wanneer wij ons verkiezingsprogramma gaan presenteren, dat alles duidelijk daarin gaat staan. De verkiezing is nog niet voorbij en wij willen onze issue, onze ideeën niet blootstellen voor andere mensen, voor andere partijen, vooral voor deze regering niet. Dus wat wij doen is dat wij precies weten wat wij moeten doen. Al die zaken die we moeten doen om dit land op een hogere hoogte te brengen, hebben we concreet vastgelegd in ons verkiezingsprogramma. We merken dat steeds de politieke partijen die we gezien hebben, dat men meer gericht is naar op patronagepolitiek en nepotisme. En wat we nu willen hebben is een ander soort leiderschap. Leiders die dienstbaar zijn en ervoor zorgen dat al de middelen van Suriname die we hebben eerlijk verdeeld worden. En wij denken dat alternatief 2020 dat wel kan doen. Men moet stemmen op A20 omdat wij bewezen hebben dat we een ander soort leiderschap kunnen profileren, dienstbaar leiderschap. En wij zijn ook degene die willen introduceren een ander soort politiek dat we noemen dienstbare politiek. En dienstbare politiek heeft te maken dat die politiek is een politieke wijze waarbij men niet meer denkt aan patronagepolitiek of aan partijpolitiek, maar het is een politiek waarbij men denkt aan totaal Suriname, geheel Suriname, en dat men wil werken voor geheel Suriname en niet alleen voor een partij of voor vrienden in een partij of loyalisten in een partij of familieleden in een partij. Steven Rijmen, voorzitter van Alternatief 2020, en daarvoor Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP. Zij spraken vandaag op de voorlaatste dag van de registratie van politieke organisaties. Zaterdag is de laatste dag en naar alle waarschijnlijkheid wordt het evenals vandaag een vol en druk schema voor het CHS.